Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, broeders. Alaykum assalam. Welkom bij deze lezing van vandaag. Een uh, lezing die ons, inshaAllah, veel nuttige kennis op zal leveren. Het is een uh, hele belangrijke lezing. Het is letterlijk de kern van de islam. De eerste helft van onze geloofsovertuiging, dus van de shahada. Als deze bij ons niet klopt, dan kunnen we bij ons alle te raden gaan of... Uh, of hetgeen wat wij uitvoeren wel correct is. Dus uh, heel sterk dat jullie aanwezig zijn, uh, beste aanwezigen. En mogen Allah het een uh, zeer profijtvolle lezing laten zijn. Over de lezing. Na de lezing wil ik jullie alle vragen om te blijven zitten. We hebben vandaag namelijk een special guest. Een chefkok. Die iets voor ons op gaat nemen. En uh, uh, die eten voor ons gaat maken, sorry. En dat eten zal heel lekker moeten zijn. Het is iets anders wat jullie van ons zijn gewend. Geen Rashid broodjes vandaag. Ook niet een uitstapje als in de dunnerbox van de vorige keer, maar het zal uh, iets heel bijzonders zijn in En de broeder geeft ook goede knuffels. Dus wat dat betreft, loop even langs, ze geeft hem een goede knuffel voor ons. Uh, dus na de lezing in gaan we met ons alle die kant op naar de jongerenruimte. En dan gaan we lekker een hapje eten met elkaar en elkaar lekker spreken. Uh, ik vraag Allah sub om deze lezing voor ons te zegenen om ons nuttige kennis te schenken. We, wat we toe gaan passen later in ons leven. Dus waar ik hem voor jullie aanwezigheid. <laughs> het woord is aan u. Jezakallo ging. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بس بغزست Horen de zusters ons nog niet? Wij horen ze wel. Oké, okay, beste zusters, we gaan inshallah beginnen. Laten we even de rust uh, terugkeren in de zaal. Voor degenen die uh, aandachtig zouden willen luisteren. Dit is de eerste keer dat ik in Albelo ben. Ik moest het even opzoeken op de kaart waar het precies lag. Maar ben uh, trots uh, op jullie om dit te zien. Ik zie hier uh, op een vrijdagavond primetime. Uh, heel veel jongeren. Terwijl er heel veel andere dingen zijn die je op deze dag kunt doen, heel veel andere plekken waar je naartoe kan gaan. Desondanks heeft Allah Tabak ta jullie hier naartoe geleid. En dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Dat is een gunst. Heel veel van jullie leeftijdsgenoten. Die zitten nou op andere plekken. Die zijn met andere dingen bezig. En Allah zozeer heeft jou uitgekozen. Om hier naartoe te komen vandaag. Dus daar moeten we dankbaar voor zijn. Dat is één. En twee. Je moet begrijpen dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Maar dat Allah jou heeft gekozen uit heel veel mensen. En dat er van jou ook wat verwacht wordt. Want Allah azza wa Jalla werkt volgens een bepaalde wet. Dat noemen we in het Arabisch heet dat Sunnatul Istibdal, de wet van vervanging. Dat betekent dat als Allah jou de kans heeft gegeven om de islam te leren en de islam te praktiseren, en Hij heeft jou de weg gewezen naar de moskee en geleid om daar naartoe te komen en te zitten met broeders onderling en les te krijgen, enzovoort, enzovoort. Als jij dat dan vervolgens af laat weten. en je doet er niks mee. of je beschouwt het als iets vanzelfsprekends. of als een last misschien wel. dat Allah subhanahu wa ta'ala. jou dan zal vervangen. door een ander volk. door een andere persoon. die de gunst wel op waarde zal schatten. en die er wel wat mee gaat doen. Tussen Allah en de schepping bestaat geen speciale relatie. Allah kan iedereen vervangen. Dus dat betekent dat als wij geleid zijn, dat we dat als gunst moeten ervaren en dat we, dat, ook, dat we daar ook wat mee moeten doen. En dat zeg ik omdat we natuurlijk in onze moskeeën heel vaak mensen zien komen en weer zien gaan. Dat is jammer. Nadat Allah je geleid heeft, nadat Allah jouw hart heeft verzacht zodat je in een moskee bent binnengekomen, zodat je hebt mogen luisteren naar de woorden van Allah, zodat je hebt mogen bidden met de moslims, om daarna het uiteindelijk te verlaten, dat is een bijzonder grote gemiste kans. Dus laten we beginnen met ons te realiseren dat het hier zitten op zo'n dag als vandaag, dat dat geen vanzelfsprekendheid is en dat we daar dankbaar voor moeten zijn. Vervolgens. Gaan we het vandaag hebben over de islamitische boodschap? Overigens zijn mensen uit Enschede hier. Wil jullie even jullie hand opsteken? Wie zijn dat? 1, twee. Ja, die hebben dezelfde lezing net ook gehoord. Ik was net in Enschede. Ik heb nog voor jullie gelobbyd bij het bestuur om te kijken of we een ander onderwerp konden. Maar dat, uh, er was geen uh, spijker tussen te krijgen. Daar moet je kijken. Daar wil je niet mee in discussie gaan. Uh. Dus, eh, uh, hey, inshallah. Hoe je liefst herhaling, maar Allah zoals je zegt, Herhaling in de vermaning, in de woorden van Allah, in de islamitische kennis is goed, omdat het de, de gelovigen van nut is. Dus ik wil het eigenlijk hebben over. doorgaan op het feit waar ik net mee ben begonnen, namelijk dat het bijzonder is. Dat je hier bent, dat het een gunst is. Laten we kijken naar de islamitische boodschap nog voordat we inzoomen op tawhid, naar de islamitische boodschap in het algemeen. Jij bent onderdeel van een hele bijzondere natie. Jij bent onderdeel van de ware religie. Oké, okay? altijd als er bij ons in de moskee iemand komt bekeren of interesse heeft in de islam, dan is het eerste wat ik tegen hem of tegen haar zeg: dit is de ware religie. Klinkt als een vanzelfsprekend statement, maar realiseer je dat. Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid. Zoveel mensen denken al dat ze beschikken over de waarheid. Zoveel mensen zitten met heel veel vragen. Bij sommige mensen knagen die vragen zodanig aan hen dat ze gek worden, dat ze zichzelf van het leven beroven. Dat ze voor de rest van hun leven in onzekerheid blijven leven. Vooral als ze ouder worden en de dood nadert. Dat ze dan terugkijken op hun leven en denken van... Ja, was dit het dan? Heb ik hiervoor geleefd? Ik heb gewerkt, ik heb een huis gekocht. Ik heb een mooie auto gereden, ik heb een vrouw gehad. Of misschien meerdere, of misschien... Is dit waar, waar het allemaal om draaide? En die zitten met levensvragen. Waarom ben ik hier? Waar ga ik naartoe? En jij hebt het boek gekregen... Waarin die levensvragen zijn beantwoord. Jij hebt beschikking over de ultieme waarheid. Onderschat dat niet als jij, daarom moet je als moslim met opgeheven hoofd lopen en jouw religie uitdragen en daarnaar oproepen, schaam je niet om naar de islam op te roepen, het is de waarheid. Dus laten we even kort op deze bijzondere boodschap inzoomen. De profeet sallallaah heeft 23 jaar besteed aan het profeetschap, aan het verkondigen van de islam. En deze 23 jaar kunnen wij samenvatten als een geslaagde poging om de mensheid uit de duisternis naar het licht te leiden. Dat is wat hij in die 23 jaar heeft gedaan.

dat wij aan jou hebben geopenbaard o oh Mohammed zodat jij de mensheid uit de duisternissen naar het licht mogen leiden met toestemming van hun Heer naar het pad van de Almachtige de eigenaar van alle lofbetuiging. En als je goed luistert naar deze ayen maar ook naar andere ayet waarin Allah subhanahu wa ta'ala spreekt over de duisternis en het licht dan zul je zien dat de duisternis altijd in het meervoud wordt aangegeven. Duisternissen. Maar het licht wordt altijd in enkelvoud aangegeven. En dat komt omdat er natuurlijk meerdere paden zijn. Die eindigen in duisternis. En er is maar één pad dat leidt naar het licht. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover. وَأَنَّ هَذَا مُسْتَقِيمًا en dit is mijn pad, het rechte pad, volg het dan en volg geen andere paden, want die zullen jullie doen, afsplitsen van zijn pad. De profeet is aangesteld om de Koran uit te leggen. En deze ayah, om deze eieren uit te leggen, heeft hij een streep getekend op de grond, een rechte streep. Links en rechts van die strepen tekende hij allerlei strepen. En hij zei over die rechte streep, dit is het rechte pad van Allah. En over al die, links en rechts, uh, die strepen links en rechts zei hij, en dit zijn de subul, de paden die leiden naar het duisternis. En duisternis wordt ook in het meervoud genoemd omdat hij verschillende vormen heeft. Je kunt op verschillende manieren in duisternis verkeer. Door ongeloof en afgoderij, wat het tegenovergestelde is van de tawhid. Shirk. Door onwetendheid. Hoeveel mensen die hebben wel een goede intentie, die willen wel graag Allah aanbidden, maar ze zijn onwetend. Ze beschikken niet over de kennis. En die onwetendheid is als een. Dikke grijze wolk van duisternis die over hem heerst. En je hebt buitensporig zondigheid. Buitensporig zondigheid. Kijk, zondigheid, dat is eigen aan de mens. Dat je zo nu en dan in de fout uh, gaat. Maar buitensporig zondige betekent dat je geen rem hebt. En dat je ook zondes verricht waar je eigenlijk helemaal geen behoefte aan hebt. Die pak je gewoon even mee. Je, uh, je gaat ook actief op zoek naar zondes. Je laat het je niet overkomen, maar je gaat er actief naar op zoek. Dat is buitensporige zondigheid, is ook een vorm van duisternis. En de profeet sallallahu alayhi wa sallama, die is gezonden om ons uit al deze vormen van duisternis te redden. En zijn missie heeft 23 jaar geduurd. En in die 23 jaar is hij erin geslaagd om de mensheid in het algemeen naar het licht te leiden. Een deel van de mensheid heeft hem geaccepteerd en is hem gaan volgen en is daadwerkelijk uit de duisternis gered. Een ander deel heeft hem niet geaccepteerd, of nog niet geaccepteerd. Maar het pad van leiding ligt er voor iedereen die er naar op zoek gaat. En als je wil weten hoe succesvol hij was in zijn werk, in zijn missie. Dan moet je weten hoe de wereld eruit zag voordat hij gezonden was. Alleen dan zul je inzien wat een enorme verandering hij teweeg heeft gebracht. Hierover zegt de Profeet SallAllahu Alaihi Wasallam zelf: Allah wa ta'ala keek naar de aarde voor de komst van de Profeet SallAllahu en hij verafschuwde iedereen op aarde. Dat wil zeggen dat de juiste religie, de ware religie die wij dus nu aanhangen, alhamdulillah, dat die afwezig was van de aarde. En Allah azza wa verafschuwde de inwoners van de aarde, omdat niemand hem meer aanbad zoals het moest, behalve een handjevol overblijfselen van de mensen van het boek. Dat waren mensen die nog op de oorspronkelijke religie van Isa van Jezus waren. Dat waren enkele individuen... verspreid over de aarde. Dit is hoe de, de wereld eruit zag... voor de komst van de Er was sprake van... shirk, wijdverspreid... van onrecht... van... handel in rente... van moreel verval. En toen werd de helemaal gezonden. En in deze... korte periode van 23 jaar wat op de tijdlijn van geschiedenis helemaal niks voorstelt, is hij in staat geweest om met de Koran die Allah aan hem heeft geopenbaard, de mensheid uit alle duisternissen naar het licht te leiden. En die verandering die hij teweeg heeft gebracht, is zo bijzonder, want normaal gesproken duurt het heel lang voordat je een religie kunt veranderen. Van mensen of de gewoontes van mensen. Je moet je voorstellen, die Arabieren die leefden op een bepaalde manier. Die aanbaden hun valse goden. De Kaaba was omringd met 360 goden, stenen goden. En die speelden een centrale rol in hun leven. Elke keer als zij raad zochten, dan deden ze dat bij die goden. Als zij op reis gingen en ze wilden zegeningen ontvangen, dan gingen ze naar die goden. Als zij een dier slachten, dan deden ze dat voor die goden. Die goden waren, hadden een centrale rol in hun leven. En daarom hebben ze ook een centrale plek gekregen in Mekka, namelijk bij de Kaaba. Het centrum van Mekka. En de profeet is in staat geweest om dat te veranderen. Om die goden om daarmee af te rekenen. Met die, met die religie van afgoderij. En om die afhankelijkheid die mensen hadden van de afgoden, om die te vervangen door de afhankelijkheid van Allah. En het bijgeloof dat zij hadden, dat die goden hen van nut konden zijn of hen juist konden schaden als zij hen niet gehoorzaamden. Dat heeft de profeet wasallam allemaal veranderd in 23 jaar. En daarom spreken we ook van een revolutie. Die de profeet sallam heeft ontketend. En een revolutie is iets dat fundamenteel verandert in hele korte tijd. Dat is wat de profeet wasallam voor elkaar heeft gekregen. En er zijn ook mensen geweest in de geschiedenis... ...die dat niet snappen. Hoe kan één man die ongeletterd was... ...de profet Salama kon niet lezen en niet schrijven... ...en in zijn geval is dat een wonder. In ons geval is dat tekortkoming. Als één van ons analfabeet is, dan is dat een tekortkoming. Van ons wordt verwacht dat we leren lezen en schrijven en kennis opdoen... Maar de profeet, in zijn geval, is het een wonder. Want hij kon en niet lezen en niet schrijven. En desalniettemin kwam hij met het beste boek dat op aarde bestaat. Met de beste woorden. Waar zelfs de beste dichters in Arabië geen antwoord op hadden. Dus hij moest analfabeet zijn. Want anders zouden de mensen zeggen... Ja, maar wacht eens even. Dit heb jij gewoon ergens gehaald uit de boeken van de Joden en de Christenen... Ja, dat heb je ergens opgeschreven, enzovoort, enzovoort. Maar omdat hij niet kon lezen en niet kon schrijven, stonden zelfs de Arabieren perplex. En zeiden zij: hoe kan hij met dit soort bijzondere woorden komen? Dus, omdat het zo wonderlijk is, zijn er ook mensen geweest in de geschiedenis die het niet snappen. En die zijn het gaan uitleggen op allerlei manieren, die, die, die hebben ook erkend. Dat wat de Profeet teweeg heeft gebracht, dat dat een ontwikkeling is van uh, wonderlijke proporties. En sommige van hen die hebben gezegd. Ik heb hier een paar citaten, laat ik die met jullie delen. Eén van hen zei, hij heet Lord Sturp, hij zegt: Normaal gesproken groeien religies heel langzaam, totdat er een sterke koning komt die zich bekeert tot de religie. En dan wordt het de staatsreligie. Zo is bijvoorbeeld het christendom. Verspreid in Europa. Hoe is dat verspreid? Er was een Romeinse keizer die besloot op een gegeven moment om christen te worden. En toen heeft hij zijn hele rijk, dus het hele Romeinse rijk, dus eigenlijk heel Europa, verplicht om die religie over te nemen. Zo is het christendom verspreid. Hij zegt, maar in de islam is dat heel anders gegaan. Een nietsbetekenend nomade volk heeft geheel uit zichzelf allerlei grote obstakels overwonnen. En binnen twee eeuwen. Wapperde het vaandel van hun religie van de Pyreneeën tot de Himalaya. Dus het was een nomadenvolk. Weet je wat nomaden zijn? Dat zijn mensen die rondtrekken in de woestijn en die hebben dus eigenlijk geen bezittingen, alleen maar een paar schapen en koeien. Nou, koeien niet, kamelen. Schapen en kamelen. En die trekken dan rond in de woestijn en die zoeken naar waterbronnen. En als ze dan een waterbron hebben gevonden, dan. Blijven ze daar een tijdje totdat water op is en dan gaan ze weer op zoek naar nieuw water. Dat zijn nomaden. Die hebben dus geen beschaving, die hebben geen gebouwen, die leven in tenten. Die tent die zet je gewoon op door de spijkers in de grond te slaan, een stuk, een stuk uh, stof eroverheen. En hij zegt, binnen twee eeuwen wapperde het vaandel van hun religie van de Pyreneeën, dat is daar in Frankrijk en Spanje, tot de Himalaya in India. Kun je je voorstellen dat een nomadenvolk dit voor elkaar krijgt? En een andere persoon, hij zegt, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hij werd geboren in 570 in een arme familie, in een regio waarvan drie kwart uit woestijn bestaat, met weinig inwoners bestaande uit rondtrekkende Bedouinen. Dus nogmaals, hij schetst wat een, wat een simpel volk die Arabieren waren. En vervolgens zegt hij: niemand had toen kunnen bedenken dat zij in minder dan een eeuw tijd. Het halve Byzantijnse Rijk zouden bezitten, dat is het Romeinse Rijk, en heel Noord-Afrika, Spanje en delen van Azië. En dan zegt hij: deze gebeurtenissen behoren tot de meest verbazingwekkende gebeurtenissen in de middeleeuwen. Dus, beste moslim, jij bent onderdeel van een natie die deze wonderbaarlijke geschiedenis heeft geschreven. Dat is ook belangrijk om te weten, jij hoort ergens bij. Heel veel moslims, moslimjongeren ook in Nederland met name, die hebben te maken met een identiteitscrisis. Hij heeft een bepaalde religie van huis meegekregen en vervolgens leeft hij in die samenleving, gaat naar school, naar werk en daar geldt een heel andere leefsysteem. En dan voelt hij, denkt hij, waar hoor ik nou eigenlijk bij? En als hij niet genoeg bagage heeft meegekregen van huis, niet trots genoeg is op zijn geloof, dan gaat hij zich ook schamen voor zijn religie en dan probeert hij zoveel mogelijk te lijken. Of de niet-moslim. Gaat hij zich gedragen als de niet-moslim? Hij gaat zich kleden als de niet-moslim. Hij gaat meedoen aan waar de niet-moslims allemaal aan meedoen. Maar het is belangrijk om te weten dat jij hoort tot een beschaving die, zoals deze mensen zeggen, die zijn dus niet-moslim, die zeggen: dit is een ontwikkeling van wonderlijke proporties. Dat is wat onze voorouders teweeg hebben gebracht. En. Hoe hebben ze dat dan gedaan? Lag het aan de wapens? Waren ze dan zo sterk? Nee. Want de rijken die zij hebben veroverd waren vele malen sterker dan de moslims. We praten over het Byzantijnse Rijk, dat is het Romeinse Rijk. We praten over het Persische Rijk, wat regeerde over delen van Azië, zoals Iran, Afghanistan, Irak enzovoort. En dat waren eeuwenoude beschavingen, en die hadden supergrote legers. En heel veel wapentuig. Het waren eigenlijk een soort Amerika en Rusland van deze tijd. Dus het Romeinse, Byzantijnse Rijk was Amerika en het Persische Rijk was zeg maar de Sovjet-Unie. Zegt jullie dat wat nog, dat woord of niet? Ja? Sovjet-Unie. Ja, ik zie zelfs de jongeren ja zeggen. Wat is de Sovjet-Unie, dan? En wie? Masallah. Ja, dat, nu Rusland is natuurlijk minder machtig dan vroeger de Sovjet-Unie. Vroeger had je twee kampen. Dat noem je de bipolaire wereld. Je had de Verenigde Staten en je had de Sovjet-Unie. Dat was een beetje Byzantijnse Rijk en Persie. En dan komt een nomade volk uit Arabië. Zonder beschaving. Met lichte wapentuig, Met paarden, die weliswaar goed waren, de Arabische paarden. En die gingen ten strijde trekken tegen de Perzen. En tegen de Byzantijnen. Niet de een na de ander, maar tegelijkertijd. Kun je je voorstellen? En ze overwinnen. En ze veroveren dat gebied. En ze veroveren niet alleen grondgebied, maar ook de harten van de moslims. Met de Koran. En met een ima. En de donkerste duisternis waar de Profeet SallAllahu de mensheid uit gered heeft. We hebben net gezegd, die duisternis kent verschillende manifestaties, kent verschillende vormen. Maar de donkerste duisternis waaruit de mensheid gered is, dat is de duisternis van Shirk, afgoderij. En afgoderij is het grootste onrecht wat je Allah kan aandoen. Hij heeft jou geschapen en hij voedt jou en onderhoudt jou zonder dat jij daarom vraagt. Hij geeft het jou gewoon. En vervolgens ga jij iemand anders vereren, iemand anders aanbidden, voor iemand anders knielen die niks voor jou gedaan heeft. Als ik dit aan kinderen uitleg, dan probeer ik altijd het volgende voorbeeld te gebruiken. Dan zeg ik, stel, jouw ouders, die hebben jou verwekt, die hebben jou gevoed, alles gegeven wat je nodig hebt. Ze hebben voor je gezorgd totdat je groot bent. En op een gegeven moment ben je groot en dan ga je naar de buurman en de buurvrouw, die nooit wat voor jou gedaan hebben, en dan zeg je tegen hen, papa en mama. Is dat onrecht of niet? Terwijl je eigen papa en mama ontkent dat ze überhaupt bestaan. Het is gewoon een manier om de, het grote onrecht van Shirk even een beetje te, te visualiseren. Dat is Shirk. Dat is wat de profeet wasallam met 13 jaar in Mekka uh, tegen gestreden heeft. Hij heeft de mensen opgeroepen naar het tawhid. Naar de zuivere aanbidding van Allah Taala ta alleen. En hij heeft dat gedaan in een samenleving die was doordrongen van shirk. Van afgoderij. Het stroomde al eeuwen in hun bloed. Zoals ik net al zei, die shirk. Dat was niet even iets wat ze erbij deden, hun hele leven was daarop gebaseerd. En daarom begrepen zij het ook niet toen de profeet naar hen kwam, en hij zei: Al deze Goden die jullie hier aanbidden en al die bijgeloof die jullie hebben over die Goden, dat zij macht hebben en krachten hebben, dat ze jullie van nut kunnen zijn of dat ze jullie kunnen schaden, het is allemaal onzin. Deze goden moeten we allemaal vervangen door Allah de enige. Ze begrepen het niet. Ze beschouwden het als iets verbazingwekkends. En dus zeiden zij, heeft hij van al deze goden één god gemaakt? Dit is wel zeker iets verbazingwekkends. Hoe kan het nou dat we al deze goden gaan vervangen voor één God? En weet je wat? Zij hadden een religie, het veelgodendom, maar zij waren niet overtuigd van hun eigen religie. En je zult altijd zien dat de mensen die niet de juiste religie hebben, die dus niet aanhangers zijn van de ware religie, je zult altijd zien dat zij niet 100% zijn overtuigd van hun religie. Wie zijn op dit moment op aarde de enige mensen die bereid zijn? Willig zijn om, hun voor, om voor hun religie te sterven. Wie zijn dat? Nou, alleen moslims. Waarom? Omdat zij 100% ervan overtuigd zijn dat hun religie waar is. Alle anderen claimen dat, pretenderen dat. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan zijn ze er niet zo zeker van. De professor Aselen bijvoorbeeld, die kreeg op een gegeven moment een delegatie christenen op bezoek in Medina. En die christenen, je weet, die, die blazen altijd hoog van de toren. Hè? En onze Heer en Jezus, en dan drie is één en één is drie. Een ingewikkelde materie. Maar ze zijn altijd, ze blazen zo hoog van de toren. Toen zei de verslaafde, oké, okay, op bevel van Allah. Weet je wat we gaan doen? We gaan onze gezinnen bij elkaar halen. Onze vrouwen en kinderen allemaal. De moslims staan hier. De christenen staan hier. Weet je wat we gaan doen? We gaan de vloek uitspreken over degene die ligt. En wat denk je? Ze durfden niet. Waarom durfden ze niet? Omdat er toch een stukje onzekerheid is. Stel je nou eens voor dat ik nou niet bij het juiste... Denkt een moslim zo? Nee, want zekerheid is een voorwaarde van de shahada. Dat jij er zeker van bent is een voorwaarde. En wij hebben zoveel bewijzen gezien. En dit sluit aan bij een fitra. En wij hebben allang al erkend bij Allah dat hij de enige is die het verdient om aanbeden te worden. Nog voordat we geboren waren. Wij zijn 100% overtuigd van onze waarheid. De musjrikin niet. De anders gelovigen niet. En daarom willen ze ook nooit het gesprek aangaan en het debat aangaan over religie. En de Musikie van Mekka wilde dat ook niet. Zij zeiden: Want en Nimshu ala in de Zij zeiden: Ga maar weg en wees gewoon standvastig op jullie goden, dus op je religie. Ga niet met hem in discussie. Ga niet luisteren naar zijn argumenten, want hij is gewoon iets van plan tegen jullie. Hij wil gewoon de macht grijpen in Mekka of wat dan ook. Ze wilden niet in debat. Want ze weten dat ze dan het onderspit zullen delven. Omdat de niet-ware religie, dus de valse religies, hun fundament is zwak. Maar de ware religie is niet bang om tekst en uitleg te geven over de inhoud van die religie. En daarom zul je zien dat in de Koran: Allah subhanahu wa ta'ala spreekt over het Tawhid. En uitleg geeft over het Tawhid. En zelfs. Uh, hypothetische vragen beantwoord. Hypothetisch betekent dat het niet zo is, maar stel dat het zo zou zijn, hoe zou het dan zijn? Dus Allah wa zullen zegt in de Koran. Allah, min waladin, wa ma kana ma min Allah die heeft geen zoon genomen en er is ook geen God naast Hem. Dus hij schetst hier wat het tawhid. Allah is één, uniek in zijn wezen. Iden, zegt hij. Dus Allah schetst eerst de tawhid en vervolgens zegt hij: Oké, okay, laten we even het argument aannemen dat er meerdere goden zijn. Wat gaat er dan gebeuren? Hij zegt: Als er meerdere goden zijn, die allen. Verantwoordelijk zijn voor een stukje van de schepping. Want je kunt natuurlijk wel claimen dat je God bent. Maar als je God bent, dan moet je natuurlijk gaan over de schepping. Dan moet je kunnen scheppen en de schepping besturen. Anders kan iedereen een beetje een claim maken dat hij God is, toch? Dat hebben ook mensen gedaan in het verleden. Zoals wie bijvoorbeeld? Ik stel altijd vragen zodat ik even een slokje thee kan nemen. Deze thee is goed uh, bereid, uh, Mashallah. is precies die je in Marokko in een café krijgt. Ook met die extra suiker en zo. Zeg het eens. Ja, allebei. mag niet uit. Biraan, nog iemand. Dat jullie weten. In de Koran. Andere persoon die heette Nimrod. Hij was de koning van Babylon. Firaun was de koning van Egypte. En Babylon, dat was in Irak. Dat was ook een beschaving. En hij ging in discussie met de profeet Ibrahim. En hij wilde eigenlijk laten zien dat hij ook macht had over dood en leven. Hij, wil, hij claimde dus goddelijkheid, nu moet hij zijn goddelijkheid gaan bewijzen. Wat doet hij? Hij pakt twee gevangenen uit zijn gevangenis. De een doodt hij en de andere laat hij leven. En dan zegt hij, zie je, ik ga over leven en dood. Dat slaat natuurlijk nergens op. Want als je echt wil bewijzen dat je over leven en dood gaat, dan moet je die doden weer tot leven wekken. Maar goed, dat argument is hij niet met magen. Toen zei hij oké. Okay, Allah, die doet de zon uit het oosten opkomen. Doe jij haar eens uit het westen opkomen? Hij had niks meer te zeggen. Hij weet namelijk dat hij niet gaat over het besturen van de schepping. En een god moet kunnen scheppen en zijn schepping kunnen besturen. Dus Allah zegt, stel je voor dat er meerdere goden waren. En elk van die god heeft iets geschapen. En elk van die god bestuurt zijn schepping met zijn wetten. Natuurwetten. Wat krijg je dan? Dan krijg je chaos in het heelal. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Als er andere heren naast Allah in de hemel waren, dan was er facad in die hemelen. En juist de harmonie die wij aanschouwen in de hemelen en op aarde, dat is het bewijs dat er maar één God over gaat. Als je, als je een, een, een natuurwet hebt, dan geldt die overal, toch? Zwaartekracht geldt hier in Almelo, geldt in heel geldt op elk stukje plek op aarde. Als er meerdere goden waren, had je geen harmonie, want elke god bedenkt zijn eigen wetten en zijn eigen manier van, van, van werken. Dus zegt Allah, hij legt uit aan de veel godenaanbieders, het is niet logisch wat jullie geloven, want jullie aanschouwen een harmonie in, de, in, de, in het heelal. En dat is het bewijs dat er maar één god over die schepping gaat. Dus de Koran die is niet onduidelijk. Zoals de valse religies wel onduidelijk zijn over wat ze nou precies bedoelen met hun uh, geloofsconcepten. En de Koran geeft ons ook, die laat ons ook zien wat tohid daadwerkelijk betekent in de praktijk en wat shirk daadwerkelijk betekent in de praktijk. Het is dus niet iets theoretisch dat je het gewoon leest in een boek of leert uit een lesboek, opschrijft in je schriftie, uit je hoofd leert, overhoord wordt door een meester en dan een cijfer krijgt en dan weer naar huis gaat. Dat is niet wat Tawhid is. Dat is aardrijkskunde biologie en zo, al die vakken van school waar je toch nooit wat mee gaat doen, maar je moet toch die diploma halen. Anders ken je niet, dan gaan we leren, gaan we allemaal rijtjes uit ons hoofd stampen. Allemaal de namen van plekken leren. Waar we toch nooit zullen komen. Allemaal zeestraatjes bij Siberië en zo. Ken je dat toch, Topografie van vroeger? Zo leren wij niet Tawhid. En zo leren wij niet over shirk. De Koran is specifiek. Hij legt ons uit. Wat is het? En welke vormen kan het aannemen? Het kan de vorm aannemen van het. Richten van rituele aanbiddingen aan anderen dan Allah. En rituele aanbiddingen, dat zijn de aanbiddingen die jij met je ledematen verricht. Dus de salah, het tawaf, slachten voor Allah. Die rituelen kunnen worden gericht aan anderen dan Allah. Dat deden de mensen in Mekka ook destijds. Zij knielden voor hun afgoden. Zij slachten voor hun afgoden. En vandaag de dag, als je naar Marokko gaat, maar ook in heel veel andere delen van de wereld. Zul je zien dat de mensen nog steeds dit soort dingen doen? Dan gaan ze naar graftombes, waar dan een heiligman in zit. Tenminste, dat is wat er van hem gemaakt is. En er wordt aangenomen dat die heiligman hen van nut kan zijn. Dus dan vragen ze aan hem: Wil je me helpen, want ik ben ziek? Wil je me helpen, want ik kan geen kinderen krijgen? Wil je me helpen, want ik heb een probleem met mijn vrouw? Enzovoort, enzovoort. En om dan. Bij hem in de smaak te vallen, slachten ze een dier voor hem. En dan leggen ze dat daar neer. Dus zij richten hun rituelen aan biddingen aan anderen dan Allah. Is een vorm van shirk. Het grootste onrecht wat je Allah kan aandoen. Maar Allah, die heeft ook natuurlijk. Exclusieve namen en eigenschappen. Als Allah subhanahu wa zegt dat hij as Semi al-Basir is. De alziende. En de alhoorende. Of de alhoorende en de alziende. Dat betekent dat dat exclusief aan hem toe behoort. Alles kunnen zien en alles kunnen horen. Is exclusief aan hem. Uh, behoort exclusief aan hem toe. De mens heeft iets van zicht en gehoor gekregen. Maar op een hele beperkte manier. We kunnen niet eens zien wat achter die muur daar gebeurt. Maar als iemand gaat claimen. Dat hij die eigenschappen ook bezit. Bijvoorbeeld Sinterklaas. Ja, die zegt dat hij in Spanje al kan zien wat, uh, wat de kindjes in Nederland hebben gedaan. Wat heeft hij dan gedaan? En ook al is het een mythe, ook al is het een spel. Met tohid en shirk uh, speel je geen spelletjes. We gaan niet even een toneelstukje opvoeren in de vorm van tohid en shirk, dat doen we niet. Dus ook al bestaat het niet, maar het wordt... Zo opgevoerd, dan nog verwerpen we het. Dus die Sinterklaas die zegt dat hij weet wat de kindjes hebben gedaan. Uit Spanje kan hij dat zien en horen. En hij houdt het bij in een of ander boek. En dan komt hij hier één keer per jaar en dan gaat hij die stoute kindjes de roe geven. En de lieve kindjes, wat geeft hij die? Lekkers, iets lekkers. Dan heeft deze persoon, al is het in de vorm van een mythe, zeg ik er nog maar bij, zichzelf eigenschappen toegekend die alleen aan Allah behoren. Zo ook de waarzeggers, die claimen kennis te hebben van het ongeziene. Vroeger ging men daar naartoe als ze uh, leiding zochten. Dan gingen ze naar een waarzegger en die gaf hen dan 1% waarheid en 99% onzin. Want die 1% waarheid hadden ze natuurlijk van de djinns gekregen die bij de hemelen gingen luisteren. En die, die pikten daar wat op van wat de volgende dag zou gebeuren. Dan gaven ze dat aan hun handlangers van onder de waarzeggers. En die waarzeggers die verkochten dat weer aan de luisteraars. Maar dat zat dan wel 90 of 99 procent onzin tussen. En dat ene procentje waarheid. Zo werken de waarzeggers. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben zichzelf de eigenschap toegekend. dat zij kennis hebben van het ongezien. En dat is een exclusieve eigenschap die behoort alleen aan Allah. Dus op deze manier kun je Allah ook onrecht aandoen. Door de eigenschappen die alleen aan hem behoren. toe te kennen aan de mensen of aan andere dieren of aan dingen of wat dan ook. En dan denk je: ja, waar zeg eens, dat zijn toch van die rare vrouwen die zitten in een tent. Moet je dan naartoe komen in zo'n donkere gat met uh, vier rook en uh, allemaal rare Harry Potter uh, taferelen. Maar je hebt ook iets, ik weet niet of dat nog steeds bestaat. Vroeger, toen ik nog uh, studeerde, ging ik altijd met de trein. Dan zat altijd een krantje in de trein. Dat was een gratis krant. Die bestaat zeker niet meer. Hè? De bus en de trein. Dan had je de metro, de spits. bestaan die niet meer? Ja, bestaan die nog wel? Nog steeds. Ook de metro en de spits ook. Oh, mooi. Ik praat over uh, 20 jaar geleden of zo. Maar daar had je dan dus de horoscoop. Horoscoop. Die vertelt jou wat er met jou gaat gebeuren. Omdat uh, aan de hand van jouw sterrenbeeld... Kunnen ze ongeveer een inschatting maken of jij geluk tegemoet gaat of ongeluk tegemoet gaat, etc. Komt op hetzelfde neer. Mensen die claimen kennis te hebben van het ongeziene. En als jij ze gaat geloven en als jij daar dat gaat consumeren, dan ben je dus iemand gelijk aan het stellen aan Allah. Het is heel belangrijk dat je realiseert waar de shirk zich altijd in kan verstoppen. Je kunt ook Allah Azza wa Jalla uh, zijn soevereiniteit schenden. Weet jullie wat soevereiniteit betekent? Dat betekent dat je de hoogste macht hebt om te bepalen hoe jouw onderdanen moeten, wat ze wel en niet moeten doen. Dus zo heb je dus landen die zijn soeverein. Nederland is een soeverein land. Wat betekent dat? Dat ze binnen haar landsgrenzen zelf mag bepalen. Of ze op de snelweg 120 mogen rijden of 130. En dat ze zelf de belastingpercentages bepalen. Dat wordt niet van buiten bepaald. Je bent soeverein, ja, jij mag bepalen hoe er geleefd wordt in jouw land. Allah subhanahu wa ta'ala is ook soeverein. Dat betekent dat hij onafhankelijk van anderen wetten mag maken. En mag bepalen hoe ik en jij leven. Wat wij willen en niet mogen doen. Waarom eten wij geen varkensvlees? Wie weet hier het antwoord op? Kan ik weer? <laughs> Juist. Het beste antwoord wat je kunt geven als iemand vraagt waarom je iets doet of niet doet. Dan is de beste, het beste antwoord is, Allah heeft dat bepaald. Dat daar wijsheden achter schuil gaan. Dat het varkensvlees gewoon slecht voor je is. Omdat dat een smerig dier is. Wat allerlei rotzooi eet en dat jij daar heel ziek van kan worden. En dat het eten van varkensvlees niet bedoeld is voor de mens, überhaupt omdat het gewoon nou, bijna gelijk staat aan cannibalisme. Het is alsof je mensenvlees eet. Zo, 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 zo erg is dat. Daarom zijn ook varkensharten passen ook in mensen, mensenharten. Zo, zo veel overeenkomsten zijn daar op het genetisch uh, gebied. Maar in ieder geval. Dat kan allemaal, daar kunnen wijsheden achter schuil gaan. Maar dat is niet de reden dat we het doen. De reden is omdat Allah in zijn wijsheid heeft besloten om dat te verbieden. En als Allah subhanahu wa ta'ala zou besluiten dat wij onszelf allemaal in de zee moeten gooien en aan de haaien moeten voeren, zonder enkele wijsheid, dan nog zouden we dat doen, omdat Allah het recht heeft om onafhankelijk van anderen te bepalen wat wij willen en niet moeten doen. Dat is soevereiniteit. En het schenden van die soevereiniteit. dan heb je iemand gelijk. dan heb je het, het uh, uh, onrecht gedaan aan Allah. Dan heb je tegen Allah gezegd. jij hebt het bepaald. u heeft bepaald dat dit niet mag. maar weet je wat, ik vind toch dat het wel mag. Of die en die heeft gezegd dat het wel mag. dus ik doe het toch. omdat het toch wel mag en we leven toch in een andere tijd. enzovoort enzovoort. Een voorbeeld uit de Koran die dit op een hele goede en mooie manier illustreert is wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt over een groep van de moeshrikien en een groep van de gelovigen die met elkaar in een discussie waren beland. Wat was er aan de hand? Er was een dood dier. Dat gewoon vanzelf is dood gegaan. Dus niet geslacht, zoals wij gewend zijn dieren te slachten. Die moeshrikien, die zeggen tegen de moslims, waarom mogen jullie niet van dat dier eten? Wij, wij mogen daar niet van eten wij eten alleen van dieren die wij zelf hebben geslacht. En de naam van Allah over hebben uitgesproken. Als dat dier gewoon tegen een boom is geknald en dood is gegaan. Dan noemen we dat de al Dan mogen we daar niet van eten. Dat is haram. Maar die moesjikie. Die zijn natuurlijk. Die willen twijfel zaaien in de harten van de moslims. Hè? Zoals ook vandaag heel vaak. Als je dan op tv ziet. Proberen ze toch. Ja, U die profeet is met een meisje van negen getrouwd. Wat is dat nou voor een rare ze proberen toch twijfel te zaaien in de harten van de moslims, zodat ze een beetje gaan twijfels krijgen over hun eigen religie. Zo waren de moshikin destijds ook. Dus ze zeiden: dat dier, waarom mogen jullie daar niet van eten? Allah heeft toch dat dier geslacht? Dus jullie eten wel van hetgene wat jullie slachten, maar jullie eten niet van het dier wat Allah heeft gedood? Dat is toch gek? Dat is toch raar? Allah zegt hierover. وَلَا تَأْفُلُوا fulu لَمْ يُذْكَرْ إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ Ah, het is echt een lach, een wakilofiek. وَإِنَّهُ En eet niet van datgene waarover de naam van Allah niet is uitgesproken. En dat is zeker een grote zonde. Wat zegt Allah hier? Het eten van dood vlees, wat niet geslacht is, is een grote zonde. Vervolgens zegt hij... En de satans, die inspireren hun handlangers van onder de mensen, zodat ze met jullie in discussie gaan. Dus die satans van de mensen, die kregen argumenten ingefluisterd. Van de satans van de djinn. Die werken samen. Je hebt satans onder de mensen en je hebt satans onder de djinn. En ze werken samen. En die satans van de djinn, die kunnen natuurlijk niet direct met ons komen communiceren. Dus wat doen ze? Ze gebruiken hun handlangers van onder de mensen. En die fluisteren ze argumenten in. En die mensen gaan dan met ons in discussie om twijfel in onze harten te zaaien. Dat is wat hier gebeurd is. In de shayatina en de satans openbaren of inspireren hun handlangers, hun helpers, hun awliya li zodat ze met jullie in discussie gaan. En dat was de, 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 de discussie. Was, waarom eten jullie niet van wat Allah heeft geslacht, alleen van wat jullie hebben geslacht? is toch gek? En Allah zegt dan vervolgens, Wa in En als jullie hen gehoorzamen, dan zijn jullie zeker veel goden aanbidders. Nou, ik weet dat het nu vrijdagavond is en bijna tien uur, maar toch wil ik even je aandacht hierop vestigen, want dit is heel belangrijk. Allah zegt hier, als jullie van dat dode vlees hadden gegeten, dan had je een grote zonde begaan. Maar als jullie naar hen hadden geluisterd, dan hadden jullie shirk begaan. Huh? Is dat niet gek? Dus als ik van eet, dan heb ik alleen een zonde begaan. Maar als ik hen gehoorzaam, dan heb ik shirk begaan. Dat is de grootste zonde. Als je het eet terwijl je erkent dat het verboden is, dat doen heel veel mensen, die, die drinken alcohol, maar ze weten het is haram. Ja, ik, weet, ik ben zwak, ik ga de ogen een keer stoppen. Of ik rook, of ik heb die zonde begaan. Maar je weet dat het haram is. En je zegt ook niet dat het halal is. Dan heb je een zonde begaan. Maar als je die moesherikin gaat gehoorzamen in het veranderen van de wet van Allah want zij probeerden de wet van Allah te veranderen. Allah heeft gezegd dat het niet toegestaan is om ervan te eten en zij zeiden het is wel toegestaan om ervan te eten want het is tenslotte Allah die het heeft geslacht. Daarvan zegt Allah als jullie hen gehoorzamen zijn jullie veel gode aanbidders. Dan hebben jullie deelgenoten toegekend aan Allah. Waarom? Omdat Allah dan niet meer soeverein is. Allah heeft bepaald dat het haram is en jullie zeggen dat het halal is. Wie mag wetten bepalen of iets wel of niet mag? Dat is het alleenrecht van Allah. Dus die soevereiniteit is alleen voor Allah. Als je die schendt, als je die schendt, heb je deelgenoten toegekend aan Allah. Dus kijk hier, waarom haak ik op dit voorbeeld in? Omdat dit is hoe de Koran ons onderwijst over het tawhid. en over shirk. Hij laat ons niet in het duister tasten. Zoek het maar uit. Nee, hij legt ons uit hoe de shirk vervolgens openlijk zich manifesteert in het leven. Hoe je het kunt herkennen, zodat je erbij weg kunt blijven. Hoe lang heb ik nog? Tien minuutjes. ik zo. Dus, ik moet even... ...een besluit gaan maken over wat ik nog wel en niet ga vertellen. Ik, ik zal het inshallah binnen die tien minuten proberen te houden. Wat je dus eigenlijk moet realiseren... ...is dat... ...de islam... ...niet beperkt is tot... ...de rituelen, hè? Het is niet beperkt tot de daden van aanbidding die je verricht in een moskee enzovoort. De islam is een religie die totale controle heeft over jouw leven, over al jouw levensdomein. Elk besluit wat jij neemt, elke stap die jij zet, die onderwerp jij aan de wet van Allah. Je gaat eten, wil of niet halen, mag ik dit wel of niet eten? Je gaat trouwen. Deze vrouw, mag ik wel of niet met haar trouwen? En als ik wel met haar mag trouwen, hoe moet ik met haar trouwen? Wat zijn de regels? Ik ben getrouwd, wat mag ik wel en niet met haar doen? Ik heb vrije tijd, waar mag ik wel en niet naartoe? Ik kijk televisie, wat mag ik wel en niet kijken? Ik ga iets kopen, wat mag ik wel en niet kopen? Ik ga iets verkopen, wat mag ik wel en niet verkopen? Jouw hele leven is onderworpen aan de wet van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is het tohid. En daarom hadden de Mosherikien in de tijd van de profeet Sallallahu ook zoveel moeite ermee om die Tawhid te accepteren. Zij verworpen de Tawhid en zij waren zelfs bereid om ervoor, te, om ervoor te strijden. Terwijl vandaag heel gemakkelijk de moslims La ilaha illallah kunnen herhalen met hun mond en vervolgens gaat hij iets doen wat de Tawhid ongeldig maakt. Dus die personen die naar zo'n graftombe gaan, bijvoorbeeld in Marokko of andere landen. en daar een dier gaan slachten en zo. die beschouwen zichzelf als moslim. Die zeggen La ilaha illallah. misschien is het wel een hele aardige man. heel lief. die de hele dag in de moskee zit. met zo'n kralenketting. en die, die herhaalt misschien duizend keer per dag. La ilaha illallah. En vervolgens gaat hij naar een graftombe en dan vernietigt hij. doet hij het tegenovergestelde. van wat La ilaha illallah betekent. Dus. Die moeshrikien van destijds, die waren heel consequent. Die accepteerden la ilaha illallah niet, omdat zij wisten wat daar de gevolgen van waren. Als ik het accepteer, betekent dat ik mijn hele leven moet onderwerpen aan de schepper. Zij snapten heel goed dat de islam niet alleen bestond uit dat rituele, dat setje van rituelen wat je in de moskee verricht. En vandaag heb je moslims. Die beschouwen zichzelf als moslim. En dan uh, hebben ze de islam beperkt tot een setje van rituelen. Dus als hij de in de moskee komt, aanbidt hij Allah met die rituelen. In huis heeft hij een aantal rituelen. En met feestdagen doet hij mee met de gemeenschap, etc. Maar in de rest van zijn leven, de besluiten die hij neemt in zijn leven, onderwerpt hij niet aan of Allah dat wel of niet heeft toegestaan. Hij koopt misschien een huis. Door een lening aan te gaan met de bank. Hij uh, heeft misschien interactie met mensen. waar hij geen interactie mee mag hebben. Hij werkt misschien op een plek waar hij met haram zaken werkt. En soms kan het noodzaak zijn. en soms weet je het. en je kukt het af. en je bent op zoek naar een alternatief. Dat is allemaal goed. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar gewoon vrede mee hebben. Want zij denken dat islam beperkt is tot. Het bidden in de moskee en de rituelen. Maar Abu Jahl bijvoorbeeld, die grote vijand van de profeet, sallallahu. die snapte de tawhid heel goed. Hij verworpen, het omdat hij niet bereid was om zijn leven radicaal te veranderen. Hij snapte dat la ilaha niet alleen een woord is wat je uitspreekt, maar dat je daarna ook daadwerkelijk je leven moet gaan inrichten volgens la ilaha En dat had hij gewoon geen zin in. Dus hij, dus hij begreep het tawhid beter dan sommige moslims vandaag. De profeet sallallahu alayhi sallam, heeft ook laten zien wat la ilaha betekent. Want hij was in Mekka, eerst in zijn eentje, vervolgens met een aantal volgelingen. En wat heeft hij toen vervolgens gedaan? Drie jaar lang heeft hij de mensen uitgenodigd in het geheim. En drie jaar lang was hij met rust gelaten. Hij had bij wijze van spreken gewoon een moskee kunnen bouwen, een beetje op de oever van Mekke ergens in zo'n buitenwijk, en dan met zijn volgelingen daar naartoe gaan, het gebed verrichten zoals wij doen. Hè? We hebben onze moskee, komen we hier, we verrichten ons gebed, en dan gaat iedereen weer naar huis. Heeft iemand daar problemen mee? De overheid, de gemeente, de buurtbewoners, ja, misschien als er parkeeroverlast is of zo. Maar als jij hier gewoon je gebed komt verrichten, gaat niemand moeilijk doen. Maar is dat wat de profeet hem gedaan heeft? Profet Islam heeft na een aantal jaar uiteindelijk de islam gepresenteerd aan de mensen van Mekka niet als een bijkomstigheid, niet als een religie die kan bestaan in Mekka naast al het andere wat er is, nee, als het alternatief voor die religie. De islam had opeens ideeën over hoe je de maatschappij moet inrichten. Over hoe we moeten met elkaar omgaan, leven, hoe we, wat wel mag en niet. Oh, dan werd het allemaal te veel voor die moschriki. En toen begonnen ze hem ook te bestrijden. En te vervolgen. En zijn volgelingen te martelen. En uiteindelijk hen ook verdrijven uit Mecca. Want zij begrepen dat de islam niet bedoeld was voor een beperkte uh, beleving in een moskee. De islam heeft een alternatief wereldbeeld. Hij vindt iets van wat er gebeurt in de verslaafde salama. Wat denk je? Dat hij zijn gebed verrichtte en gewoon door Mekka liep zonder uh, zich uh, uit te spreken over wat daar gebeurde? Hij bad bij de Kaaba en hij sprak zich uit over die valse goden. Hij zei tegen de mensen, wat jullie aanbidden is onzin. Dat beeld kan jou niet schaden en jou niet baten. Jullie bijgeloof is onzin. Jullie onrecht wat jullie vrouwen aandoen, wat jullie slaven aandoen, dat is niet goed, dat is slecht. Jullie morele code van bezoeken van prostituees en zo, dat is slecht. De omgang met weeskinderen, jullie nemen hun geld, terwijl jullie als hoeder zijn aangesteld om hun geld te beheren totdat ze groot worden, zodat jullie dat geld kunnen geven, is slecht. Hij sprak zich uit over de misstanden in samenleving. En dat is waarom de islam altijd. Weerstand oproept. Zolang jij. Een monnik blijft. Die zijn geloof. Beleid. In een moskee. En verder je niet bemoeit met samenleving. Niks dan dan. Ben je de beste moslim die er is. Zolang jij gaat doen wat de professor heb gedaan. En dat is je alternatieve wereldbeeld presenteren. Dan krijg je problemen. Zoals de professor daarna ook problemen kreeg. Dus dat leert ons wat de islam is, de islam. En dat leert ons ook wat tawhid is. Het tawhid is dat jij je onderwerpt aan Allah in alle levensdomeinen. In alle levensdomeinen. Voordat je een stap zet, vraag je je af, wat vindt Allah hiervan? Wat heeft Allah hierover bepaald? Hoe moet ik dit doen? Of mag ik dit überhaupt willen? Dat is eigenlijk in een notendop, nog voordat wij... ...over het tohid gaan spreken zoals daarover in de boeken van de akida gesproken wordt... ...met zijn uh, categorieën en zijn vertakkingen... ...en de specifieke uh, elementen die bij die categorieën horen... ...nog voordat we dat gaan doen, is het misschien goed om als boodschap mee te nemen vandaag... ...dat dat is waar het tohid op neerkomt. Jouw hele leven onderwerpen... Aan de wet van Alles ta'ala. En daarom zeiden sommige geleerden in het verleden. Terwijl zij op hun sterfbed lagen, zeiden zij. Was ik maar gestorven op de Arkida van een oude, analfabete vrouw. Wat bedoelen ze daarmee? Kijk, die geleerden hebben natuurlijk op een gegeven moment zoveel kennis dat ze ook zijn gaan nadenken en beïnvloed zijn geraakt door allerlei filosofieën, etc. en misschien. Verkeerde conclusies hebben getrokken op basis van al die kennis die ze hadden. Terwijl een simpele vrouw die gewoon in de bergen leeft met twee geiten in een leemhuisje. Die heeft zichzelf gewoon overgegeven aan Allah. Die heeft 100% vertrouwen in Allah. Die rekent op niemand anders behalve Allah. Die doet wat Allah haar heeft bevolen naar gelang haar kennis. En blijft weg van wat Allah haar heeft verboden. De simpelheid van wat eigenlijk tohid is. Hoi, inshallah. Voordat we het te laat gaan maken, gaan we het hier, hierbij laten. Ik hoop dat het een aanzet is geweest om. A. te realiseren dat je onderdeel bent van een bijzonder speciale natie. Dat je dat met opgeheven hoofd mag uh, verkondigen en je daarnaar mag gedragen. Dat je realiseert dat islam meer is dan een set van rituele aanbiddingen die je in de gemeenschap. Uh, in een gemeenschappelijke ruimte zoals de moskee verricht, maar dat jouw hele leven onderworpen moet zijn aan de wetten van Allah en dat je de Koran erbij pakt en gaat kijken wat Allah is en hoe hij het heeft uitgelegd en dat je weet dat shirk het tegenovergestelde van Tawheed, dat dat de grootste zonde is die niet vergeven wordt in het hiernama's die ook verschillende manifestaties kent. En dat je leert hoe shirq zich manifesteert in het leven, zodat je erbij kunt wegblijven. En het niet als een vanzelfsprekendheid gaat beschouwen of als een theorie in uh, een boekje wat je misschien uh, kunt opdreunen. En vervolgens weet je verder niet hoe in de samenleving waarin jij uh, uh, opereert, hoe daar de shirq zich heeft verschanst in verschillende uh, uh, vormen en verschillende plekken. Dat is misschien eigenlijk een beetje de centrale boodschap die ik zou willen dat jullie vandaag, inshallah ta'ala meenemen. En mochten er vragen zijn of opmerkingen of verhelderingsvragen, dan kunnen we eventueel uh, dat even toelichten inshallah. Yes, barakallahu Maracallou, vind ik Mocht alles deze kennis nuttig voor ons laten zijn en ons laten praktiseren in ons leven? ons aan het denken zetten, dan ons vooral uh, meer kennis hierdoor op laten uh, overlaten opdoen inshallah. Amen. Uh, zoals Ustad net al zei, we gaan nu een vraag en antwoord sessie starten, inshallah. Het gaat wel puur over het onderwerp. Dus de aanwezige broeders, als jullie een vraag hebben, steken jullie vinger op, kom ik langs. En voor de mensen die live meekijken, jullie kunnen ook een, uh, een vraag stellen. Die zal dan naar onze technische ploeg gaan, dan krijg ik hem door naar mijn telefoon. Dus dan zal ik de vraag hardst opstellen aan Ustad. Uh, Mehdi, moet hij de vraag herhalen? Als die gesteld wordt. Oké, okay, ja, want uh, het kan zijn dat mensen het niet goed horen. Dus kunt u uh, als ik de vraag ja, zowel, zowel. als de vraag wat ze me halen. I love you. Heeft iemand hier uh, live een vraag voor usted? Niemand een vraag over het onderwerp. Ik heb er nog eentje binnengekregen zojuist. Even kijken. Vraag vanuit de zusters: uh, Stel je voor dat een islamitisch persoon. Stel je voor, een islamitisch persoon onderwijst jou over een onderwerp, maar het blijkt niet te kloppen. Valt dit dan ook onder shirk? Als een islamitisch persoon jou onderwijst over een onderwerp en het blijkt niet te kloppen, of dat shirk is. Ik kan mij niet uh, inbeelden hoe dat tot shirk kan leiden, tenzij het een, uh, tenzij het een aanzet is. Om een daad van shirk te verrichten. Maar dat je verkeerde informatie hebt gehad. Uh, ik, ik, ik vind dat heel moeilijk om dat te uh, scharen onder, uh, onder shirk. Ik kan me daar geen voorstelling bij maken hoe dat shirk kan zijn. Tenzij je natuurlijk bent aangespoord om een daad van shirk te verrichten. Maar dan moeten we het natuurlijk hebben over. Het verrichten van shirk is niet hetzelfde als het vervallen in shirk. Dus het kan zijn dat je een daad van shirk verricht, terwijl jij in feite niet verwijtbaar bent dat jij de shirk hebt verricht. Kan ik dat illustreren met een voorbeeld? Misschien wel. Um, stel nou dat iemand. Ik, ik kan even geen ander voorbeeld bedenken, maar dit is wel. Het illustreert heel goed van wat ik eigenlijk precies probeer te zeggen. Stel nou dat iemand. Zou urineren op de Koran. Is dat een daad van ongeloof of niet? Oké. Okay. Treedt die persoon per definitie uit het geloof als hij dat heeft gedaan? Nee. Er kan een situatie zijn waarin hij dat heeft gedaan in onwetendheid. Het was donker en hij dacht gewoon... Ja, dit is gewoon een plek waar ik mijn behoefte kan doen. Maar de bleek daar moest af te liggen op op die plek en daar is uiteindelijk die heet het opgevallen. De onwetendheid die hij had over die kwestie, over die situatie, voorkomt dat hij daarmee een daad van ongeloof verricht, terwijl de daad aan zich wel een daad van ongeloof is. He, dus er is een verschil tussen een daad van shirk verrichten en ook daadwerkelijk een moslim zijn. Dus ja, dat is een beetje een lastige vraag, maar misschien is die hiermee een beetje, uh, een beetje beantwoord. Brede vraag inderdaad. Uh, nog een vraag, Gustav. Uh, ik vind het wel interessant. Is het shirk als je bijvoorbeeld zegt, ik wist het... op een situatie, wat is gebeurd... maar je had het eigenlijk, eigenlijk niet kunnen weten? Want we kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. Dus stel je voor, laat ik zeggen, zo meteen over tien seconden... valt er iemand en iemand anders zegt, ik wist het. Is het shirk als je dan zoiets zegt... omdat je dan de toekomst voorspelt? Nee, kijk, uh, je kunt ook... het weer voorspellen over tien dagen. Dat is ook geen shirk. Want je doet dat op basis van... Uh, indicatoren. Als je een weersvoorspelling hebt op basis van een laagdrukgebied met uh, die en die wind uit die hoek, dan kun je op basis van die indicatoren voorspellen dat er over tien dagen hier regen valt of wat dan ook. En als jij iemand ziet uh, lopen die uh, ja op de een of andere manier zijn schoenveter zit los of wat dan ook, dat is de indicator dat die, dat die kan vallen. Dat valt er niet onder, weet je. En sowieso, ook al is er geen één indicator. Uh, het, het, zijn, het zijn de uitspraken die wij doen. Het is, het is geen claim op het kennen van het ongezien. Het zijn eigenlijk zoals Allah zo zille zegt. Uh, La Allahu fi aymaniku. Als jij zweert, dus je gebruikt de, 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 de al qasam. Dus je zegt wallahi, maar het is een lagu. Larroo is echt uh, dat je uh, tijdens een gesprek een, uh, een, 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 een statement maakt wat eigenlijk behoort tot, tot de context van het voeren van een gesprek. Van wallahi, ik wil dat niet. Weet je, en uiteindelijk, of uh, uh, nee wallahi, je legt hem echt niet daar neer. Dat, is, dat, is uh, dat noemen we larroo. Dat zit in het gesprek. Het is geen weloverwogen beslissing die ik in alle bewustzijn hebt genomen om te zweren over een bepaalde kwestie. Snap je? Er is dus een verschil. Dus en, da en daar valt dit ook onder. Snap je? Wanneer jij dus dingen zegt die behoren gewoon tot de context van hoe mensen eigenlijk met elkaar communiceren, ja, dan nemen we dat niet als een, uh, als een, als een uitspraak waar gevolgen aan zit. Snap je? Waar ja. ik geloof ik. En dan is er nog een vraag. Is kleding met dieren erop afgebeeld, Shirk? Uh, nee, het is geen shirk. Maar het is wel uh, niet toegestaan om uh, dieren te hebben die als zodanig gepresenteerd zijn met hun uh, zintuigelijke uh, organen, et cetera. Okay. Dus dat is ook vooral voor kinderen heel belangrijk omdat, uh, om daarvan weg te blijven. En waar valt dat dan onder? Het is een verboden zaak om uh, zeg maar afbeelding, alhoewel er zijn natuurlijk meningsverschillen over. Maar het is altijd het beste om in deze kwesties de veilige uh, keuzes te maken uh, waarin het afbeelden van levende.